het is vandaag 14 januari en dat is hier een feestdag. Waarom? Op 14 januari 1997 ging ik naar de Kamer van Koophandel en schreef me daarin als ondernemer. En dat is precies vandaag 25 jaar geleden. En dat is reden voor een feestje. En als je op mijn website kijkt, dan bied ik cursussen aan. En die cursussen zijn nu te verkrijgen met korting. Dat is natuurlijk helemaal vrijblijvend of je daar gebruik van maakt. Daarin leer ik ondernemers tekenen. En als je echt iets verder wil gaan doen met tekenen, is dat leuk om dat eens te gaan volgen. Hier dus een feestje. En het is vandaag ook kleed je huisdier aan dag. Ja, heel raar. Mijn huisdier krijgt gewoon een halsband om als hij naar het bos gaat. Maar voor de rest, jasjes of zo doe ik nooit aan bij dat beest. Maar ja, omdat het vandaag feestdag is, misschien kunnen we dan eens een aangekleed huisdier tekenen. Heeft dat huisdier er niet zoveel last van? Maar kunnen we wel feestelijk aankleden. Doe je mee? Oké, laten we eerst eens een konijn tekenen. Laten we de konijn eens een strik omgeven. We beginnen eerst even met zijn kruin, zo. Vind ik het altijd leuk als zo'n konijn zo'n hangoor heeft. Zo. En gewoon een lang oor. Zo. Neus van het konijn. Zo. En dan heeft hij. Zo. Beetje snoezige toet. En twee van die grote tanden natuurlijk. En dan hier de ogen. Zo. En dan gaan we gelijk daaronder die strik tekenen. Want we geven wel een flinke strik. We maken er een groot feestje van. Hey. Het bestaat niet zomaar 25 jaar, dus laten we het groot vieren. Het is toch allemaal al beperkt door de corona. Dus laten we het dan maar uitbundig tekenen. Nou, een grote strik. Dat is voorpoten. Zo. Gezellig. De achterpoten, die komen helemaal naar buiten zo. En dan lange achterpoten. En in deze kant ook een lange achterpoot zo. En zijn knieën. Ja, en dan een buikje zo. Nou, ik vind dat we zo wel erg een erg leuk konijn. Oh wacht, ik mis hier nog wat. Zo. Een erg leuk konijn. Vooral grote poten, dus hij kan verspringen. Wat we dan ook nog kunnen doen, dat is natuurlijk bijvoorbeeld een hond tekenen die, met een mooie strik. Laten we eens kijken hoe we dat doen. Even weer een nieuw velletje. Ik merk al dat de stift een beetje op begint te raken. Een hond. Hoe gaan we die eens even tekenen? Eens even denken hoor. Nou inderdaad ook weer gewoon een neus van de hond. Hè. Dat lijkt een beetje op die neus van het konijn. Alleen deze maken we een beetje zwart zo. Wel een lichtvalletje erin. Dat is altijd leuk. Wat heeft een hond? Die heeft echt van die hangwangen. Zo. Ik vind dat wel leuk zo'n beetje. Zo van die hangwangen tekenen. Dan kan je nog van die stipjes opzetten zo. Ik kan nog een tong uit zijn bek doen zo. Dat is altijd wel leuk. Dan zijn ogen. Laten we daar eens kleine rondjes voor pakken. Nou, dat wordt al een leuke hond zo. Gaan we een flaporen geven? Ik ga hem lekker lange flaporen geven. Zo. Even de gladde bovenkant van zijn kop zo. We kunnen hem natuurlijk eventueel nog vlekken geven, maar dat hoeft in dit geval niet. Nou, dan gaan we weer beginnen met de strik. Vind ik wel leuk. Zo. Ook een grote strik. Laten we die strik eens gewoon arceren. Dat is misschien ook wel leuk. Zo. En ook zo. En aan de andere kant, kijk, die gaan we dan tegenovergestelde doen. En hier weer
Kan je ervoor kiezen zo dat in te kleuren. Nou, ook een hond heeft natuurlijk voorpoten en die staan gewoon op de grond. Zo. Achterpoten komen er zo bij. Hij heeft ook een buik, de hond, zo. En misschien nog een leuke staart. Zo, die kan je dan ook nog eens laten kwispelen. Kijk. Zo. Nou, ik denk dat dit toch echt wel een leuke hond is, zo. Wel een erg dikke buik, zie ik. Maar goed. Vast veel taart gegeten vanwege het feestje. Nou, ga gezellig daar zelf mee aan de slag. Probeer eens te variëren van honden. Hè. Korte oren, lange oren. Natuurlijk ook honden met puntoren. Ga eens gewoon kijken op internet. En ga lekker natekenen. Blijf oefenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video.